Welkom bij Ment Late Night. Hoe vaak zou Michel van den Bos al geïnterviewd zijn in zijn leven? Vroeg ik me af terwijl ik dit interview aan het voorbereiden was. Duizend keer, tweeduizend, meer? Misschien weet hij het zelf niet eens meer bij benadering. Zijn alle vragen dan al gesteld? Het is het hele scala van dierenleed tot dierenwelzijn dan al een paar keer gepasseerd? Of zijn er twee Michel van den Bos? Zoals met Bob Dylan. Dat is een zanger voor onze jongere kijkers. Twee grote fases in zijn leven heeft hij gehad voor en na een zwaar motorongeluk. Zou het met Michel ook zo zijn voor en na zijn hersenbloeding van 2013? Op die vraag komen we straks terug. Welkom, Michel, in deze Ment Late Night. Um, iemand omschreef u ooit als een man die geen vlieg zou kwaad doen. En die man vroeg vlak daarna: maar muggen doodslaan mag dat wel. Doet Michel van den Bos van, ga je dat wel? Ik heb dat teruggevonden. Ik ben het antwoord vergeten. Wat was het antwoord van jou? Ja, ik heb gezegd. Uh, dat zijn nu echt zoveel die vragen waar ik absoluut niet wakker lig. Hè, mijn ja. excuses, Jurgen, eh? of uh, daar ga ik echt mijn slaap niet voor laten, eerlijk gezegd. Ik zo... wil zeggen dat er wel heel wat erger dingen bestaan dan iemand die, uh, die toegeeft dat hij al eens een, ja. een mug dood slaat of zo. Dus uh, laat me zeggen dat ik me daar echt uh, geen vragen ja. bij stel hoor. Dus. Uh, het minste van mijn zorgen: uh, hoeveel mensen, hoeveel muggen in ja. hun leven doodslaan. Want laten we niet onnozel doen. Jij hebt dierenrechten in dit land op de agenda gezet. Ja. Dat mag ik wel zeggen. Ik denk dat dat. Ik denk het wel, hè. He? Uh, ook absoluut. heel, heel, um, heel fanatiek. Hoe ben je daartoe gekomen op een bepaald moment om te zeggen: ik ga mij dat nu eens aantrekken, dat je Juist gezegd fanatiek. Ik zou mezelf niet fanatiek noemen. Ik ben iemand. Uh, ik heb idealen, maar um, ik probeer de strijd en het engagement. Uh, dat ik heb en de strijd die ik voer op een doordachte manier te voeren. Ik heb mijn ideaal, ik heb dromen, maar die probeer ik te bereiken met mijn beide voeten op de grond. Ja. Dat betekent dus dat ik uh, goed besef uh, in die dertig jaar dat ik nu op de brest sta voor dieren, dat ik niet alles zal kunnen bereiken wat ik zou willen bereiken. Maar goed, daar zou ik zeven kattenlevens voor nodig ja. hebben en ik uh, vermoed zo dat ik er maar één heb. Dus uh, in dat leven, in het huidige leven, zal ik moeten ja, mijn uiterste best doen om zo ver mogelijk te geraken, en dat probeer ik ja, te doen jurgen. Uh, klopt het dat het eigenlijk begonnen is bij jou bij die drie apen? Ja, daar, dat klopt, inderdaad, in 1985. Ja? Ik weet nog heel goed, 2 juli 1985. En toen las ik toevallig. Uh, in de knak was dat, uh, mm -hmm. een artikel uh, waarin stond dat uh, uh, tussen het gevolg van de koning, uh, Zag. Uh, ik denk dat het een redacteur was, zoals Grobben, als ik mij niet vergis, uh, die nu bij Roulerta werkt, maar dat is eigenlijk ja. bijzaak. <laughs> dus komt er eigenlijk op neer dat die, die man zag daar ineens Ivor uh, uitsteken. Mm -hmm. En die vond dat een rare bedoeling, toch? Hè? En dat viel mij op. En dan in de morgen uh, stond erin dat er uh, stond zo ongeveer hetzelfde in, en stond dat. Uh, de Donia François de Donia, ja. dus uh, oudere kijkers die zullen die nog wel kennen, hè? Um, die had een papegaai meegekregen. Dus ik vond het allemaal toch wel behoorlijk intrigerend. Dan ben ik zo wat mijn licht gaan opsteken. Ja. Um, en um, bij een aantal mensen die het zouden kunnen weten en die goed geplaatst waren om het te weten, heb ik dan vernomen dat, uh, dat er ook drie chimpansees meegekomen Klopt, waren. Ja. Dus. Uh, de koning had die eigenlijk cadeau gekregen, koning Boudewijn. De tweede van stierven uh, vrij snel. Eentje, eentje. eentje is yeah. ja. En, uh, uh, en dan nog eentje, ja je hebt gelijk. Jij werd uh, dan in het nieuws, dat heeft zelfs de Wall Street Journal ja, gehaald. Zo is dat, absoluut. En eentje heeft het overleefd, dat was dus Maikies, die dan ja. later gedoopt. Die leeft nog altijd trouwens, hè, zit nu in de Zoo van Antwerpen, ah, ja. al dertig jaar. En uh, ik moet zeggen, onlangs had ik nog een gesprek met de directeur van de Zoo van Antwerpen, Dries Herbulaert. En uh, we hebben afgesproken, als er de volgende keer nog een gesprek komt, hè, dan, uh, dan ga ik zeker Maaike nog eens een bezoekje ja. brengen. Want jouw ja, op een of andere manier, ik heb wel een, uh, een band met, met die aap. Want zonder Maaike natuurlijk zou ik misschien niet staan waar ik vandaag ja. st uh, sta. Jij studeerde moraalfilosofie ja. in, uh, in Gent en richtte samen met uh, die andere inmiddels, inmiddels weilen filosoof Jaap ja. kruithof gaia op. Ja, uh, dat uh, weinig, mensen, ja, dat, weinig mensen weten dat nu. Hoe? Hoe groot was de invloed van, van professor Kruithof in dat verhaal, in die periode toe? Euh, Jaap Kruithof heeft op mij toch wel een belangrijke invloed gehad. Wij konden het heel goed met elkaar vinden, hebben ook een kleine, wel ja, toch wel tien jaar nauw samengewerkt. Dus, <laughs> hè? En samen inderdaad, wat we noemen dat kleine GAIA, de studiegroep GAIA opgericht, was een studiegroep, wat een euh, die dan studiegroep voor een ecoplanetaire samenleving ja. gedoopt, hè wat ja, what's in en Neem natuurlijk, maar goed, dat was nogal, een, uh, dat was nogal wat. Um, en een krant, herinner ik, die had er dus uh, studiegroep voor een interplanetaire samenleving ja. van gemaakt. Nu goed, nu weet ik wel dat er exoplaneten zijn waar mogelijk leven is, maar dat was toch wel een <laughs> beetje te hoog gegrepen, dacht ja. ik. Hè. Nu, wij dachten zo'n beetje, alle problemen die vandaag dus ook een hot issue uh, zijn, namelijk die, klimaat, die klimaatproblematiek, die toen ook wel uh, mm -hmm. aan de orde was... Wij dierenkwesties enzovoort. Wij dachten dat we dat allemaal zouden kunnen hè, in één klap uh, niet oplossen, ja. maar toch behandelen. Ja. En dat was wel wat te hoog gegrepen. Maar, maar Woutruisling, dus uh, toch wel literatuurmonument in Vlaanderen, die uh, niet zo lang geleden, mm -hmm. een paar maanden geleden, vorig jaar, dan overleden is, die maakte daar ook deel van uit. Okay. Ja. Hoe dik is je vel eigenlijk? Want heel wat mensen zeggen, als je de meningen leest, hè, je hebt voor- en tegenstanders. Waar is die Michel van den Bos in godsnaam mee bezig? Er is zoveel leed met de mensen. En we hebben het er net nog even over gehad. Uh, de maatschappij wordt scherper, de meningen worden scherper. Jij krijgt ook heel wat kritiek te verduren natuurlijk. Hè? Hoe ga je daarmee om? Goh, ik moet zeggen, uh, kritiek, ik stel vast dat ik uh, vandaag eigenlijk. Uh, ja, ik ben eigenlijk nooit zo populair geweest als vandaag. Ik moet zeggen, meer en meer mensen. En ik bedoel dat dus niet arrogant of zoiets. Ik stel dat ja. gewoon vast. Ik stel vast dat de doelstellingen waar wij vandaag voor gaan met Gaia, ja. dat die eigenlijk helemaal niet meer radicaal zijn. Ik kan moeilijk iets radicaal noemen wanneer je merkt dat 80% van de, van de bevolking daar eigenlijk mee achter staat. Maar dat is toch ook jouw verdienste? Of zeg je, de maatschappij verandert, de instelling van de mensen verandert. Um, in de begin was, was het dat moeilijker, toch? Dat is waar wat je zegt, in het begin... Dan was onze toon ook veel scherper. Ja. En dat zal waarschijnlijk uh, ook gekomen zijn door het feit dat ik uh, sterk beïnvloed was door Jaap Kruithof. Mm. En Jaap, bon, dat is bekend, was iemand die geen blad voor de mond nam en die het allemaal nogal vrij scherp formuleerde. Ja. Um, en in het begin, goed, ik had dat nogal overgenomen van Jaap. Dat heeft ook geholpen, moet ik zeggen, want door de dingen vrij scherp te stellen. Dat kwam in, in de actualiteit beginne, natuurlijk ook. Jan goed. hebben we Gaij ook op de kaart gezet. Dat ja. had ook te maken met onze allereerste. ...moet ik zeggen, grote overwinning... Hè? Dat, uh, ...dat zijn dan het, het verbod op die straatpaardenkoersen mm -hmm. en zo... ...die een heel land eigenlijk tot, uh, tot actie... Dat was de eerste grote overwinning? Dat was de, groot, de eerste grote En overwinning. dat was dan ook de doorbraak van... van dat was de doorbraak en meteen een regeringscrisis... Mm -hmm. ...want uh, die straatpaardenkoersen zijn uiteindelijk uh, verboden... ...door een wisselmeerderheid. De CVP in die tijd hè, had, leverde de minister van Landbouw... Ja. ...die bevoegd was voor dierenwelzijn... Wat een hele catastrofe was, moet ik zeggen. En bourgeois André bourgeois toen, man is al lang met pensioen, mm -hmm. die, uh, die woonde daar op vijf kilometer. En die, ja, die wilden zijn kiezerspubliek niet voor de borst stoten. Ja. En die willen absoluut van geen uh, verbod weten. En er was nogal heel wat uh, gesjoemel dat er aan de hand was. En uiteindelijk hebben ze dus uh, met een meerderheid de andere partijen van meerderheid, de Vlaams ja. en de talig hebben ze bourgeois dus volledig geïsoleerd. En zo dus ook dankzij Louis Tobak moet ik zeggen. Hè. Um, want het is Louis Tobak die daarvoor eigenlijk mee zijn nek uitgestoken ja. heeft. En uiteindelijk zijn die straatpaardenkoersen verboden. Dus natuurlijk, dat maakte wel indruk. Zo'n heel jonge vereniging, piepjong en al meteen uh, de regeringscrisis een regeringscrisis uitlokken. uitlokken. Okay. Dat was niet de eerste overwinning van Gaia en Michel van der Bos. Daar komen we zo dadelijk op terug in deze Ment Late Night. Welkom terug bij Ment Late Night. Je kan alle uitzendingen herbekijken op www.mentlatenight.tv online, ook op ons YouTube-kanaal van Ment TV. En volg ons ook op Instagram, Facebook en Twitter, want daar kondigen we de onderwerpen aan en de praatgasten. Vandaag in de studio Michel van der Bos van Gaia. We hebben het daar net even over de historiek gehad. En ik ga niet tegen jou op filosoferen. Um, ik geef je een, een omschrijving van iets. Filmpjes op YouTube waarin bijvoorbeeld een diertje, een hondje, een poesje wordt gered uit een kolkende rivier, haalt enorm veel hits. Mm -hmm. uh, als er hetzelfde gebeurt, even dat zwart-wit denken toch, met, met, uh, met een oude, oude meneer of zo, veel minder. Wat wil ik daarmee zeggen? De aaibaarheidsfactor van dieren is heel hoog bij de mensen. TV-makers weten dat ook. Hè? Dus het, als het mm -hmm. gaat over, over dieren, is het altijd gevoelig. Ga je op de kaart zetten, je was ook een marketeer eigenlijk. Um, als jij het zegt. Ik denk het wel, want mijn vraag is natuurlijk van die aaibaarheidsfactor, jij weet dat ook. Misbruik je dat dan niet een beetje, dat je zegt van oké, okay, daar kan ik de mensen mee pakken? Nee. Nee? Nee. Trouwens, ik ben het niet helemaal eens met jou als je zegt dus dat de reden waarom uh, filmpjes over dieren die gered worden hm. eh, meer hits zouden scoren dan uh, wanneer een... Uh, een mens gered wordt uit een of andere... Je ziet het dus gewoon aan de, zeggen, aan de counter, aan de teller. Dus dat... zijn. Maar als het dan zo is, dan denk ik dat dat ook te maken heeft met het feit dat mensen hun empathie, hun empathisch gevoel of reactievermogen getriggerd worden. En waarom? Omdat zo'n dier, het een hond, maakt niet uit, een aap of wat dan ook, hè, maar een dier waarvan mensen weten dat zo'n dier kan lijden... Ja en waarvan mensen ook beseffen dat zo'n dier zich in kwetsbare positie bevindt, mm -hmm. weerloos is, hè? dan denk ik dus dat mensen daarop reageren. Stel ja. je voor dat een kind, hè, dus een, een baby, zich in dezelfde situatie als waar je net uh, mm -hmm. naar verwees zou bevinden, dan denk ik dat dat empathisch reactievermogen zo ongeveer te vergelijken zou zijn. Ja. Dat betekent dus, omdat mensen beseffen dat... Hoe, hoe weerlozer pardon, en hoe, kwets hoe kwetsbaarder een levend wezen dat kan voelen, dat kan lijden, dat kan gepijnigd worden ja. en dat zich in een uh, toch wel, uh, ja, um, moet ik zeggen, situatie van doodsgevaar mm -hmm. eigenlijk bevindt? Dat uh, kind of dat dier kan zich niet verdedigen. Ja. Heeft iemand nodig om het uit die precaire situatie uh, te halen? dan denk ik dus dat mensen daarop gaan reageren ja, en ik... meer dan op die aaibaarheid meer dan op het feit dat die baby of die aap of die hond of die kat mm -hmm. of wat dan ook een, een lief snoetje heeft of zo. Ja. zie je want ik heb een mooie foto daarvan gevonden ik, ik haal het gewoon even ja, aan nee? maar dan daar kijken ja het is een beetje ah, ja. dus je ziet dit is natuurlijk pakkend en dan zeg jij ik ben niet met marketing bezig laten we eerlijk zijn eigenlijk toch ook wel een beetje hè? ja maar weet je dit is eigenlijk een foto van op een persconferentie mm -hmm. Waarbij we dus uh, een campagne lanceerden tegen de kattenjacht. Mm -hmm. De jacht op katten, dus schieten op katten. Dus 8000 katten die in Vlaanderen werden uh, bejaagd, ja. hè, doodgeschoten eigenlijk. We hebben daar een einde kunnen aan maken. Dat is nu verboden in Vlaanderen, net als in Wallonië. En dit natuurlijk was een foto die bedoeld is ja. Voor, ja, voor de fotografen die daar toen aanwezig waren, zie je. En het was een campagne die we gelanceerd hebben onder aanvoering van Gaia. Samen met verschillende dierenbeschermingsverenigingen in België, zowel in Vlaanderen als Wallonië. Ja, en natuurlijk, ja goed, je probeert uiteraard je campagne zo efficiënt mogelijk ook voor te stellen. Ja. En uh, dan lijkt het mij nogal evident dat je gebruik maakt van een aantal middelen <laughs> hè, om je waren te kunnen Absoluut. verkopen, maar ook. Alleen verkoop is misschien een moeilijk woord, want wij proberen uiteraard mensen te beïnvloeden en mensen te triggeren. Ja. Mensen aan te spreken, op, namelijk hun empathisch vermogen, inderdaad, zodanig dat we zoveel mogelijk respons en zoveel mogelijk reactie kunnen. Ja. ja, kunnen te week brengen. Gaan media soms een beetje te ver? Ik, ik herinner mij het, het voorbeeld van De, de Levende Kreeft bij, bij Piet Huizentruid. Ja. Uh, programma's die uh, in, in expedities uh, dieren uh, laten ja. afmaken, denk je van oké, okay, want dan treed je natuurlijk ook meteen op de voorgrond als er zoiets gebeurt. Hè? Ja, en uh, vaak komt dat journalisten mij dan onmiddellijk bellen, want ze willen dan een reactie ja. uh, van onze tweeën. En ik vind dat belangrijk, want ten eerste wijst het op het feit dat de uh, media. Na 23 jaar Gaia, ons toch nog altijd beschouwen als een referentie. Mm -hmm. hè? Dus uh, wil ze informatie, dan ja. bel ze dus uh, naar Gaia. Aan de andere kant, ja, je weet dat zo goed als ik, Jurgen, um, tv heeft natuurlijk een uh, grote invloed op mensen. Mm -hmm. En um, ik vind het toch altijd een goede zaak dat wanneer zoiets getoond wordt, bijvoorbeeld die tehuisentruid die dan levende kreeft snijdt, ja. dat mensen daarop reageren geschokt, kwaad, boos en dergelijke. Oké, okay, het zou veel erger zijn, vind ik, mocht niemand meer reageren. Ja. Mocht iedereen dat dus de gewoonste zaak van de wereld vinden. En dat is waarom het belangrijk is dat wanneer dus puur uit sensatie een dier gepeinigd wordt, live op tv bij wijze van spreken of in een of ander ontspanningsprogramma, dat het toch goed is dat mensen daartegen reageren. En dan vertolken wij de stem van al die mensen die daar dus ja. verontwaardigd op reageren. En proberen wij niet alleen verontwaardigd te reageren, maar proberen we dus de situatie opgelost te krijgen. In uh, wat de Huizentruid betreft hebben wij dus ook met vier rond de tafel gezeten met de vraag, ja, er is dus een andere manier. Zolang mensen kreeften willen eten, ja. komt het erop aan eh, om dus te zorgen dat die kreeften niet afzien wanneer ze gedood worden. Ja. Wel, er is een manier om dat te voorkomen. En uh, de mensen van vier waren het erover eens... Dat, uh, dat ze daar misschien wel aandacht konden aan schenken hè, door een... Uh, dat heet dan de Crestastun. Dat is zo'n apparaat dat zo'n kreeft uh, in een fractie van een seconde mm -hmm. verdooft vooraleer het dan uh, ja, in de pot. uiteindelijk sterft, ja. laat ons zeggen. Niet in de pot gaat, maar sterft dus via een elektrische schok die dan vier seconden wordt aangehouden. Dan is de kreeft dood, ja. maar het dier heeft niet afgezien. Vier uh, zag dat best zitten... Maar wie dat dan niet zag zitten, dat was de heer Huizentruid natuurlijk. Ah ja, die zag dus, dat niet zitten. Spijtig genoeg. Ik vind dat Huizentruid, die op zijn teen getrapt was omdat hij dus kritiek kreeg, hè, eigenlijk had hij zich veel sympathieker kunnen maken en kunnen opstellen, indien hij zou zeggen, mensen, sorry, ik heb me vergist, maar ik wil het wel goed maken. Mm -hmm. Maar ja, zo ziet Huizentruid blijkbaar niet in elkaar. Dat vind ik natuurlijk spijtig, nee. maar goed, oké, okay. wie ben ik hè, om... Uh, huizendrijd tot beter inzicht te brengen. Wat vind je van de trend die we de laatste tijd lezen en ook de zware verontwaardiging, namelijk rijke mensen die wat gaan jagen in Afrika? Um, er worden nu programma's rondgemaakt om um, stropers te vangen. Ja. Uh, het is actueler dan ooit. Wat, wat vind je daarvan, de, de massale verontwaardiging ook, uh, toen dat die leeuw werd neergeschoten? Zeer terecht. Zeer terecht vind ik die verontwaardiging. En uh, ik herhaal wat ik gezegd heb. Het is eigenlijk. Een heel goed signaal, een heel goed teken dat de samenleving massaal nog in staat is om daar zo, uh, zo verontwaardigd tegen te reageren. Nu, uh, in dag allemaal, in een interview, heb ik gezegd, ja, dat soort figuren die dus, uh, zich die jagen, ja. uh, snoepreisjes ja. uh, in Afrika om te gaan jagen op olifanten of leeuwen of zoiets, uh, kunnen permitteren. Mm -hmm. Want ze betalen daar ook voor om dat te kunnen doen. Wel, ik noem dat mannen mee klein pietje, waarschijnlijk. Hè? Ja. Ik heb dat een paar keer herhaald. Nu, uh, ja goed, ik, heb, ik kan dat niet wetenschappelijk bewijzen, maar ik zal er misschien ook niet ver naast zitten. Dus um, het is goed, vind ik, dat mensen daar verontwaardigd tegen reageren. Zelfs als het zo meteen niks uithaalt. Ja, je haalt er het dier niet mee terug, maar je geeft wel een signaal. Ja. Een signaal aan die overheden die daar wel wat kunnen tegen doen, zie je? Um, en dus het is goed hoe meer massaal gereageerd wordt, hè? Ja. En liefste binnen de perken, uiteraard, maar ik kan mij wel inbeelden dat mensen soms zo verontwaardigd raken dat ze dan dat gevoel van ogen om tand tand, gaan uitdrukken. Ja, want het, het, het lijkt soms een mee. beetje een elektronische lynchpartij. Als je ziet wat er gevolgd is op, op al die van liken en sharen. Dat ja. is natuurlijk ook veranderd. We hebben het internet, uh, social media. Ja. Dus heel veel verontwaardiging wordt daar als eerste naar ja, voren gegooid. En, en alle remmen los natuurlijk. Hè? Ja. Dus uh, ja, je moet dat ook een beetje relativeren en nuanceren. Want je weet natuurlijk hoe mensen in elkaar steken. Ik bedoel, uh, op... Uh, ja, internet, social media, als je het een ja. beetje weet aan te pakken, kan je dus je laten gaan, hè, op een vrij anonieme manier natuurlijk, en mensen maken ja. dan ook uh, zeer veel gebruik van en dus ik kan dat wel begrijpen mensen willen nergens een klankborst, ze willen nergens stoom kunnen afblazen, want ze zitten met frustraties, ze willen afreageren ze zien dat er niet meteen mm -hmm. verandering komt, dat het probleem niet meteen opgelost wordt, en dan moeten ze natuurlijk dus ergens terecht kunnen hè, met die frustraties en met een zekere vorm van machteloosheid. Okay. U kan ook uw frustraties kwijt over mij of mijn studiogasten. als u e-mailt en surft naar www.mentlatenight.tv. <laughs> of complimenten zijn ook welkom. Laten we eens lief voor elkaar zijn. Ja. Tot zo dadelijk. Welkom terug bij Ment Late Night. Daarnet hadden we het over uh, een kreeft verdoven. En dan kom ik natuurlijk heel snel bij het onderwerp hmm. van onverdoofd slachten en verdoofd slachten. Jullie hebben daar een overwinning gehaald onlangs, eigenlijk maatschappelijk dan toch, en wettelijk Absoluut, ook. Ja. Daar heb je hard voor gevochten. Wel, Je moet weten dat wij sinds 1995 opkomen, uh, tegen die dieren die onverdoofd geslacht worden. En waarom? Omdat het wetenschappelijk vaststaat en buiten kijf staat, en je hoeft er geen wetenschapper voor te zijn, om dat te beseffen, dat als je een dier slacht zonder dat dat dier dus bedwelmd of verdoofd wordt op een degelijke manier, dat dat dier ja. afziet. Hè? Nu inderdaad, uh, zoals je weet, de minister van Dierenwelzijn, Ben Weits, mm -hmm. heeft vorig jaar al aangekondigd dat hij dus, uh, de Europese wetgeving ging volgen en ging doen naleven. Dus we moeten niet afkomen dat hij dat dus, uh, bij dat wijze van spreken in het was, heeft, ja. Heeft, ja. heeft gedaan. Nee, nee, het was al lang aangekondigd. En hij deed dat dus naar aanleiding van de betoging die wij georganiseerd hadden met Gaia en waar 10.000 mensen voor op straat gekomen zijn, namelijk. De wet toe naleven en ervoor zorgen dat als een dier onverdoofd geslacht wordt, dat die dieren dus met verdoving geslacht worden. Ja. Dit is het dus is, een, ja, dit is een beeld van mezelf um, op, uh, in Antwerpen op een tijdelijke slagvloer. Ik dacht dat het uh, van 2014 is, ja. Ja, uh, is, waar dus dieren niet verdoofd worden. Wat ik daar gezien heb, ik kan u verzekeren, dat tart uh, ja. werkelijk alle verdeling, ja. alle verbeelding. Nu. Um, je moet weten, het gaat als, er niet om... Als, dat Als ja. je daar dan bent, ik, ik vermoed dat je daar niet wordt ontvangen als de grote vriend en de grote held op zo'n slachtvloer. Wel, er is wel politie aanwezig, moet ik zeggen. Die houden dan wel een oog in het zeil. Ja. Maar paradoxaal genoeg moet ik je wel zeggen, Jurgen, dat ik... Eh, ik zal een voorbeeld geven met een anekdote eigenlijk. Voor, dus in 2014, ja? toen waar de foto van dateert, toen was ik in Antwerpen op die tijdelijke slachtvloer. En eh, er komt dus een... Eh, een moslim naar mij toe mm -hmm. en die man zegt: Meneer, zegt hij, um, gij komt in het paradijs. En ja, en, en voor iedereen, vooral zijn, okay. uh, hein, zijn, zijn vrienden, zegt hij: die, die man hier die komt op voor de dieren. En ik zeg jullie mensen, hij komt in het paradijs. Ja, als je zoiets hoort, dat is wel, dat is wel, dat is wel fijn, maar er was ook iemand anders en die komt naar mij toe en die zegt. Uh, uh, Raakt mij niet aan, hè, want hij vond mij bezoedeld als een ja. soort ongelovigheid of wat dan ook. Hè. Dus je kreeg op, op den duur een discussie tussen die twee, ja. dus tussen twee moslims over het feit dat de ene zei ja, die komt in het paradijs, dus al een goed mens. En de andere die van mij niet moest ja. weten, zie je. Maar het is effectief, los van je van, van acties, natuurlijk. Uh, het jaarlijks islamitische offerfeest. En, ja. en dit onderwerp zorgde altijd voor olie op het vuur, met voor- en tegenstanders. En de, de voorstanders die schermen met het recht uh, op godsdienstvrijheid, om letterlijk om dieren te laten leiden. Dan vraag je af, welke belangen liggen hier in die weegschaal? Als ik dit even opentrek, zijn er voor jou dan. Uh, Grenzen aan die godsdienstvrijheid ten opzichte van dieren? Want dit is een mooi voorbeeld daarvan. Geen enkel recht is absoluut, dacht ik. Hè. Uh -huh. En voor mij, godsdienstvrijheid, en ik ben daar niet de enige mee met dat standpunt, uh, wil niet zeggen, uh, allee, of wil zeggen, ik zal het zo formuleren. Voor mij is godsdienstvrijheid, je mag zeggen wat je wil, je mag ja. geloven in wat je wil, maar daarom mag je, dat, mag je nog niet doen wat je wil. Uh -huh. Dus in die zin is geen enkele vrijheid absoluut. Uh, er is een grens aan de vrijheid vanaf het moment dat het andere, en meer bepaald het meest weerloze en het meest kwetsbaar, in dit geval dieren, gaat schaden. Ja. En we weten dus perfect, um, hoewel ik daar heel veel onzin over hoor. Wetenschappelijk, alle dierenartsenverenigingen uh, uh, van het land, zowel in Vlaanderen als Wallonië, hebben al duidelijk gemaakt middels persberichten dat het wetenschappelijk vaststaat dat die dieren afzien wanneer mm -hmm. ze niet verdoofd worden. Dus daar valt niet meer over te protocollen. En uh, het, is het is helaas wel zo dat degenen die zich vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap in België noemen, mm -hmm. hè, als zodanig, ja. dat die dus wel... Uh, allez, bon, en ik heb daarmee ervaring al jaren, dat die helaas uh, behoren tot de meest conservatieve strekkingen. Ah, ja. En vaak ultraconservatief. Zij, zij uh, denken dus in zekere zin dat, dat uh, we hen iets gaan afpakken en dat je hen een, een deel van je identiteit afneemt. Maar het gaat er niet om om hen het slachten aan zich te verbieden. Ja. Want als je dat zou verbieden, zou dat betekenen. Ja, waarom dus slachten verbieden? Om religieuze redenen en niet om economische ja, redenen. Klopt. Zie je? Dus het gaat erom om, als je dus slacht, dan komt erop neer dat je die dieren niet doet afzien. Ja. Als de middelen daartoe bestaan, dan moet je die toepassen. Is, is dit een, een, een Belgisch-Vlaams probleem of, of uh, die discussie over ja, dat is onverdoofd slachten. probleem. Is dat het punt is dat de Europese wetgeving die zegt dat je uitsluitend onverdoofd ritueel mag slachten in een slachthuis, een erkend slachthuis. Ja? Hm. Waar wij het niet mee eens zijn, wij vinden als een dier geslacht wordt waar ook, hè, dan moet het verdoofd worden, hoe dan ook en waar ook. Want voor een dier maakt dat dus op zich niet uit waar het precies geslacht wordt, uiteraard, ja. als het maar niet afziet. Dus dat moet er gebeuren. Nu, we komen daarvoor op, en ik moet jou ook zeggen, Jurgen, we zouden al een stap verder gestaan hebben dit jaar, eh, indien dus een bepaalde politieke partij mm -hmm. binnen de Vlaamse regering zou aanvaard hebben dat er een, um, moet ik zeggen, een vergelijking, een compromis, eh, dat er was tussen Gaia, de minister van Dierenwelzijn, de Boerenbond en de slachthuizen, zou aanvaard geweest zijn. En dat is dat, niet gebeurd. En dat is dus niet gebeurd. Dus. Uh, de moslimgemeenschap wilde eigenlijk, omdat ze zeggen, ja, we zijn niet, we zijn niet klaar en dergelijk meer op zich maakt dan niet uit de wet is de wet. Maar wij wilden in ruil voor een totale oplossing, dat betekent dus uh, na een bepaalde overgangstermijn, moet er overal verdoofd worden. Ook ja. in erkende slachthuizen, ongeacht de wetgeving. Hè? Dus zodanig dat de dieren niet afzien. Wij willen dus zeggen: oké okay, mensen, je kan nog twee offerfeesten op tijdelijke slagvloeren onverdoofd slachten. Ondanks dus de wetgeving, ja. maar in ruil, wat we wel willen en eisen, is dus dat er overal dan onverdoofd nadien uh, die ja. geslacht zal worden, zodanig dat de dieren niet afzien. Het was een degelijk compromis. De Boerenbond was het ermee eens, de slachthuizen waren het ermee eens. De enige die het er niet mee eens waren, wa wa was dus de CDMV. Helaas, ze hebben zich daar vergist, vind ik. Ik hoop dat ze nog uh, binnen deze legisla legislatuur van mening zullen veranderen, want... Uh, dat zou heel veel kunnen oplossen, laat ons zeggen. En als men dus verdoving aanvaardt, dus ook de, de, de moslimgemeenschap, of beter gezegd hun vertegenwoordigers, ja. want weet één ding zeker, niet alle moslims zijn tegen verdoving. Hè. Ik ken er dus wel een heleboel die trouwens mee opgestapt zijn in onze betoging van vorig jaar, die voor verdoving zijn, zolang dat ze maar ja. weten dat het dier niet goed afziet. Helaas behoren hun vertegenwoordigers meestal tot de meest ultraconservatieve strekking. Mm -hmm. En daar wringt het schoentje, maar het schoentje wringt ook binnen de CDMV, die dus uh, ja, van geen verbetering wilde weten, ja. helaas en van geen totaaloplossing wilde weten. Ik, ik voel, uh, nu zeg ik van Michel van den Bos, is nog altijd dezelfde gedreven, gepassioneerd voor, voor het dierenleed te verminderen. Als je, dat is mijn leven. Dat is jouw het leven. Ja, dat het is leven. nog altijd zo aanwezig. Hè? We boren zo dadelijk even ja. wat dieper op die houding in, in deze Ment Late Night. Welkom terug bij Ment Late Night met Michel van den Bos van Gaia. Uh, Michel, wat jij doet, daarnet mm -hmm. ging je zo met volle vuur en overtuiging in dat onderwerp mee. Is dat een roeping? Is dat... Uh, hoe, hoe moet je dat bestempelen? Want je geeft toch eigenlijk vrij veel op. Is dat wel een normaal leven wat je tot nu toe hebt gehad? Uh, laat ons zeggen, moest ik nu pastoor zijn <laughs> en dan zou ik uh, zeggen dat het een roeping ja. is. Hè? Nu spreek ik liever over een levenswerk. Want mm -hmm. zo voel ik het ook. En het is een deel van mijn identiteit geworden. Alleen om te zeggen, het is bijna heel mijn identiteit geworden. Als ik zie hoe mensen, mensen kennen mij kennen als die van de beesten hè? Ja. Um, enzovoort. En ook in die dertig jaar dat ik nu op de brest sta. Heb ik dikwijls het gevoel, omdat mensen, uh, als ik over straten loop bijvoorbeeld, die komen naar mij toe, die vragen: ja. hoe is het nu met u? En zo van die ja. dingen. Dus mensen leven met me mee, uh, zijn bezorgd ook om mij, om mijn welzijn. Dus dat, dat, dat doet veel plezier. Ja. Het lijkt dikwijls, hein, Jurgen, alsof ik dus een deel van de familie ben van mensen die eigenlijk met mij en mijn engagement ja. dat ik voor opgegroeid zijn. Ja, want hoe gaat het met je gezondheid? Hè? Ik bedoel, um, ik, ik vertelde het daarnet in mijn inleiding, twee jaar geleden kreeg je een, een hersenbloeding. Ja, Wat heeft dat met juist, je gedaan? Had je dat niet zoiets van, oei, even een alert, uh, rustig aan doen? Hoe, hoe ging dat bij jou? Um, wel, ik heb, um, ik moet zeggen, ik uh, was me heel goed bewust. Toen ik die hersenbloeding gekregen heb, want ja. ik was uh, trouwens een lezing aan het geven mm -hmm. hè, in een school. En ik keek naar de klok ja. toen ik dus door mijn knieën zakte. Pardon, en die, en die klok wees vijf voor twaalf aan. Dus een beetje dramatisch. Ja. Effect, dat was drama, uh, ja. Mag drama, ja. Dat was redelijk ja. straf, dat zal ik nooit vergeten. En um, nu goed. Um, Wat dacht je toen? Wat, je verliest de controle, je zakt. Ja, ik wist hoe er is iets gebeurd in mijn hoofd. Dus ofwel een hersenbloeding, ofwel, uh, ofwel een beroerte of zo. Hè. Dus ik, uh, ik analyseerde meteen de ja? situatie. Hè. Dus <laughs> en, die, die rationaliteit had je ja, op ja, dat ja. ogenblik. Ja, had ik op dat ogenblik. En het besef dat dat zoiets zou kunnen zijn. Absoluut, ja, ja, ja. ja. Maar wat deed dat dan met je op dat ogenblik? Oh, ik zag dat allemaal zeer goed in. Ja, ja, ik zag dat zeer positief in. En uh, ik, uh, ik moest dan onder de scanner. Ja. Hè. En dan de neuroloog die kwam me zeggen wat ik dan had. Hè. Je hebt een... Uh, een bloeding en een wonde, dus uh, van zeven centimeter diep tot in de diepere hersenkernen. Zeg oké. Okay. En toen dacht ik, zeg, kan ik hier mijn uh, tenen nog bewegen? Ja. Jo, dat ging vrij goed. En dan moest ik dus uh, bij wijze van oefening mijn, uh, met mijn vingertoppen, hè, van mijn linkerhand dan, mm. uh, mijn duim raken. Dat ging ook vrij goed. En toen op dat moment wist ik, ik kom erdoor. En dan de rest is. Is geschiedenis, want ik, heb, uh, ik ben er inderdaad doorgekomen puur op wilskracht, want ik kon niet meer stappen, ik kon niet meer lopen, ik kon amper nog spreken, er kwam enkel wat gebrabbel uit. Ja. En ik moet je zeggen, ik, uh, mijn Franse woordenschap die was ik kwijt, mijn Engelse woordenschap ook, maar dat is allemaal vrij snel teruggekomen. Dus puur op ik, maar dat is mijn temperament, weet je. Je bent een vechter, hè? Ja, als ik de beslissing neem, ik ga ervoor, dan ga ik ervoor. Ja. En dat is op alle domeinen zo. En hoe, hoe lang heeft die revalidatie, of, of hoe moet ik dat dan noemen, ja. uh, geduurd? Dat zal je misschien um, verbazen, maar uh, de psychologe van het revalidatiecentrum die kwam naar mij toe en die vroeg, uh, kan u zelf een beetje inschatten hoe lang die revalidatie zou duren? Ik zeg, ja, ik ga dat eens proberen. Ik zeg, uh, ik zeg, ik wil hier weg. Tegen, uh, uh, tegen begin juli wil ik, dus, uh, wil ik hier weg zijn. En zo was het ook. Hè? Ja. Dan, moest ik, dan moest ik dus uh, nog, uh, nog wel eens uh, van thuis uit op controle, een paar keer per week, en dan nog oefeningen doen en zo. Maar uh, dus dan moest ik ambulant zien. Maar er dus uh, maanden blijven, dat was dan gedaan. Ja. Ik kon dus precies voorspellen dan, wanneer, ik dus, ja. dus wanneer ik er weg kon. Ben je hè? dan anders beginnen leven vanaf dat moment? Wel, het enige wat ik, uh, moet ik zeggen, veranderd heb, dat was iets, want zo ben ik dan ook. Ik kan precies zeggen: dit wil ik veranderen, want daar heb ik echt nood aan, aan die verandering. En dat was iets ja, heel down to earth, eigenlijk. Ik heb dan uh, gewoon beslist om niet meer met de wa wagen te rijden, met de auto te rijden. Oh ja. Ik heb dus maanden mocht ik niet meer met de wagen rijden, want goed, ik verloor al eens mijn evenwicht en zo mm -hmm. van die dingen. Maar toen ik dan weer mocht auto rijden, heb ik de beslissing genomen: ik doe het niet meer. Ja. Ook omdat ik het kotsbeu was. Ik heb uh, meer dan dertig jaar uh, met de wagen gereden. Ik was gewoon kotsbeu, het verkeer en zo. En dat is een beslissing die ik mij zeker niet beklaag. Ik heb wel, dus, het openbaar vervoer moeten leren kennen, ja. uiteraard. En in het begin was dat wel aanpassen, want uh, ik heb nogal wat treinen uh, gemist, verkeerde ja. treinen genomen. Uh, een halte te vroeg of een halte te laat afgestapt, dat soort dingen. Dus ja, dat, eh, dat hoort er dan waarschijnlijk. En, en bij. hoe voelde je je nu dan? Ben je terug de oude? Wel, de oude zal ik in vergelijking met vroeger. Ik moet zeggen, ik, in zekere zin voel ik mij wel beter. Zeker mentaal. Mm -hmm. Fysiek moet ik zeggen, heb ik wat moeten inboeten. Hè? Ja. Maar goed, de kunst is om daarmee te leren leven, om dat te aanvaarden. Het komt er niet op neer om te willen wat je vroeger kon. Het komt erop neer om te leren aanvaarden en te doen wat je nog kan. Mm -hmm. zie je? En bij mij is dat zo. Bijvoorbeeld, uh, ik word sneller moe. Mm -hmm. hè? Dus uh, waar ik vroeger kon doorgaan met werken, uh, tot, uh, van s morgens vroeg tot, uh, tot s nachts bij wijze, van ja. spreken, alleen up en avant. Hè, dat, uh, dat kan ik niet meer. Want na een tijd, zo naar de avond, dan voel ik dat, dan, uh, dan word ik echt wel moe. Ja. En dan, uh, ja, dan komen de woorden er uh, veel minder makkelijk ja. uit en dat soort van dingen. Dus ja, dat is gewoon een aanpassing. Maar ik denk dat. Uh, ik dank dus op mijn beide knieën mijn ouders, mijn grootouders voor hun genen. Hè. Mm -hmm. Mijn grootmoeder was ook zo iemand, daar mochten ze dus met een atoombom op, uh, die bleef, op knallen. Die ja. bleef gewoon door. Die wankelde wat en die stond weer recht ja. en die ging er weer voor. En ik denk dat die genen eigenlijk mijn redding ja. zijn geweest. Absoluut. Even voor de break ook nog. Uh, je bent nu 54. Ja. Is het geen tijd om uit te bollen? Na al de verhalen van uitbolen. jou... Uitbollen. fakkel de fakkel, de fakkel, nu de fakkel doorgeven. <laughs> uh, Michel van den Bos is Gaia. Gaia is Michel van den Bos Nee, dat is niet waar. Dat vind ik niet. Daar ben ik het niet mee eens. Voor de buitenwereld. Perceptie. Wel, uh, voor een... Het is een beetje, een beetje zoals in de politiek heb je dat ook. Wel. Ja, ja... Maar de frontman ja, is de partij niet. en de partij is de frontman. Ja, zee, voor een deel en voor een deel van de mensen zal dat wel zo zijn. Ja. Maar vergeet niet, er is ook Anne, Anne de Greef, directeur van Gaia... Die, als ik dus uh, enkele maanden dus buiten circulatie. Dat was mijn volgende vakken. vraag: van oké, okay, ja. ga je de fakkel doorgeven? Wie, wie zie jij die als. Dat, maar die heeft dat fantastisch overgenomen. Ik bedoel, mensen hebben niet het gevoel gehad dat ga je ineens ineens storten. Nee, we zijn blijven doorgaan met campagne voeren. We zijn blijven resultaten halen en zo. Dus wat dat betreft was ik gerust. Ja. Zie je. En uh, ik moet zeggen, die, die maanden buiten circulatie die hebben mij goed gedaan. Het was echt het moment, zo'n periode waar ik dus. Weer kon wat ademhalen ja. en zo, dus dat heeft me goed gedaan. Ja. Nu, ik moet zeggen, ik hoop toch dat ik, uh, ik bij wijze van boetade zeg ik al eens, ik hoop nog tot mijn, als ik uh, de gezondheid en dergelijke toelaat, toch zo ongeveer tot mijn 75 door te gaan. Want uh, iemand van 70 of 75, dat is in de periode van vandaag, dat is nog een jonge mens ja. eigenlijk. Hè. Voilà. Dus we kunnen nog doorgaan een tijdje. Alleen natuurlijk, ik zeg ja, het, er zal een volgende generatie komen. En die zullen dan de fakkel overnemen wanneer de tijd rijp is. Ik zeg vaak tegen mijn medewerkers: als je begint te voelen of te horen dat ik een aantal valse noten tegen de muren klets, eh, hmm. dan moet je ze aan mijn mouw trekken en zeggen: zeg, Michel, nu begin je wel een klein beetje eh, door te draaien. Eh, dus, en als ik dat kan beseffen, dan denk ik dat men mij. Liefst zo diplomatisch mogelijk <laughs> wel moeten aan het verstand oh, ja. brengen. Het is genoeg geweest, want nu begint je door te draaien. Okay. Maar ik hoop dat dat toch nog wel een nog vijftiental duurt. of twintigtal jaar ja. kan, uh, kan doorgaan. Okay. Mijn werk is hier niet af. Trouwens, uh, Jurgen, als ik dat nog even mag zeggen. Er moet ergens aan de hemelpoorten, eh, als ik die hersenbloeding uh, gekregen heb. moet er ergens toch een apen, hond of een varken geweest zijn die moet gezegd hebben: Ah, die van een Bos is daar, die van Gaia. Nee, hey, die zijn een tijd is nog niet gekomen. Die, die, moet, terug, terug. die moet terug naar ja, beneden. Voilà. En daardoor is hij ook in deze studio terechtgekomen en hij is nog niet weg. We komen zo dadelijk terug met veel meer. Hm. Welkom terug bij Ment Late Night, het laatste deel met Michel van den Bosch. Ik heb twee citaten uh, niet toevallig gekozen. De eerste is van de Russische schrijver uh, Leo Tolstoj: Zolang er slachthuizen zijn, zullen er slagvelden zijn. De andere is van uh, Mahatma Gandhi. De beschaving van een volk is te meten aan de mate van respect waarmee ze met hun dieren omgaan. Die citaten zijn jou niet vreemd, denk ik. Wel, die zijn mij ergens op het lijf geschreven, zou ik ja. zeggen. Hè? Uh, als ze niet van Gandhi en van Tolstoy zouden gekomen zouden ze misschien ook van ja. mij hebben kunnen komen. Uh, ik denk dat daar heel veel waarheid in steekt. En ik denk zelfs dat dit zijn twee citaten die ze de kinderen op school zouden moeten aanleren en mm -hmm. ook moeten uitleggen wat ze eigenlijk precies betekenen. Want ik denk dat uh, een samenleving. Die respectvol omgaat met zijn dier, dat is wat Gandhi eigenlijk bedoelt ja. en, uh, en Tolstoy eigenlijk ook, hè, is en wordt een betere samenleving. Omdat, weet je, Jurgen, ik ben ervan overtuigd, en dat is altijd mijn motto geweest, dat uh, als we in staat zijn om ons respectvol in de wa en zorgzaam in de ware betekenis van het woord op te stellen mm -hmm. ten aanzien van weerloze, kwetsbare dieren die zich niet kunnen verdedigen tegen allerlei machtsmisbruik, dan logischerwijze volgt daaruit dat we ook niet anders kunnen dan ons zo zorgzaam en respectvol opstellen ten aanzien van kwetsbare, weerloze mensen. Mm -hmm. En als je dat kan opbrengen, dan, uh, ja, dan staat niks in de weg voor een betere, rechtvaardigere samenleving. Daarom geen, eenv geen eenvoudigere samenleving. Het zal, een, zal er niet gemakkelijker op worden, maar in ieder geval rechtvaardiger. Ja. Als je terugkijkt op je levenswandel tot nu toe, je carrière, zijn er... Zaken in je leven waarbij je zegt. dit had ik liever anders aangepakt in het verleden, of zeg je nu nee, het verleden is, wat het is. Uh, als ik zo terugblik op het, op, het, op het verleden, dan moet ik zeggen. Uh... Goh, had ik dat geweten als ik eraan begonnen was, ja? dan uh, was ik er met evenveel. Uh... Ja? Ja, ja? Je zou het allemaal opnieuw doen. Ik zou het zeker allemaal opnieuw doen. Op een paar dingen na. Misschien, een paar kleine dingen die ik uh, misschien iets anders zou aan aanpakken. Maar uiteindelijk, als je merkt wat wij in die 23-jarige Gaia en ik in mijn 30-jarige carrière nu als mm -hmm. dierenactivist, heb kunnen veranderen, want wij hebben een en ander kunnen teweegbrengen. Hè? Uh, we hebben, zoals je aan het begin van Duitse zei, inderdaad dierenwelzijn, dierenrechten op de maatschappelijke agenda gekregen, mm -hmm. maar ook enkele keren heel hoog op de politieke agenda. Ja. Als er vandaag uh, twee ministers van dierenwelzijn uh, zijn in uh, Vlaanderen, Wallonië en een staatssecretaris van dierenwelzijn in Brussel, dan zou dat zonder Gaia mm -hmm. nooit waar geweest zijn. Dan maak ik meteen natuurlijk de link naar de toekomst. Mm -hmm. En dan is er ook mijn vraag. Je hebt al zoveel bereikt. Of is er iets waarbij je nu zegt van. Dit wil ik nog bereiken voor ik uh, aan de deur word gezet <laughs> op 75 <laughs> jaar? Uh, iets ja. in je leven dat je zegt, maar dit wil ik absoluut nog doen. Ja, wat ik. Uh, er zijn, wij hebben zo de, de, de Big Six, hè, die we dus echt nog willen bereiken. Want je moet als uh, succesvolle organisatie die resultaat bereikt, mm. moet je prioriteiten stellen. Ja. Want anders sla je uh, in het wilde weg hè, om je heen en zo. En dan uh, doe je van alles een beetje, maar je, je, je verandert eigenlijk niet veel. Ja. Uh, dus, maar als ik er één kan uit, dan is het, we hebben het erover gehad. Dus dat onverdoofd slachten, hè, dat verantwerkelijk uit de samenleving. Daar wil ik absoluut voor gaan. En voor de duidelijkheid, onverdoofd slachten in de totaal, totaliteit. Dus de over totaliteit. religie heen en, Als, en over. Zolang er dus dieren, zoals je weet, ik eet geen dieren. Ik je ben, bent vegetariër. Uh, ik ben vegetariër, dus ik eet, ik eet geen vlees, ik eet ja. geen vis. Maar dat weet zo ongeveer iedere ja. Vlaming wel. Uh. Daarom stelde uh, ik die vraag niet, omdat ik ervan ja, uitging. ging dat, dat ja, ja, weet Ja, dat iedereen dat <laughs> wel weet. Maar bon, wat er ook van zijn. Zolang er dieren geslacht zullen worden, ik ga ervan uit dat dat nog een hele tijd mm -hmm. zal duren. Hè, dan komt het erop aan, en ik denk dat dat een verworvenheid is als principe in onze samenleving. En dat toch de meeste Vlamingen op een paar uitzonderingen na, dan misschien ja. wel het ermee eens zijn. Dat als je een dier slacht, hè, dan moet je één ding uh, realiseren: zorgen dat het dier niet afziet. Ja. Hè, en dat geldt dus zeker voor slachten. En dus wat ik wil is en wil bereiken met Gaia: dat is dat die politiek verdomd inziet dat als ze dierenwelzijn ernstig willen nemen, en wie aanzicht moet ook bezigen, de theorie is één, de praktijk is nog iets anders, dan moet er een wet komen. Die verdoving ook bij rituele slachtingen, waar het ook gebeurt, in een slachthuis ja. of waar dan ook, oplegt, verplicht. Okay. En dat wil ik nog realiseren. Gedreven als altijd. Je ziet, je gaat nog niet zitten in een, in een stoeltje in een veranda met nee, een nee, boekje. Nee, nee, nee. Je geeft het <laughs> nog niet op. Michel van den Bos bedankt voor je komst en naar Dank deze ook, Ment ook. Late Night. En u bedankt voor het kijken. U kan het allemaal nog even volgen op www.mentlatenight.tv.